Ja, Jan, dit is de laatste beeldenstorm van deze superleuke reeks. Ja. En we lopen nu naar een monument toe. Waarom heb je deze voor het laatst bewaard? Daar heb ik wel inderdaad een speciale bedoeling mee. We lopen naar het Joods herdenkingsmonument toe. Want waar we eigenlijk nog geen aandacht aan besteed hebben, bijvoorbeeld ook die kleine stolperstenen, die struikelstenen, dat heeft natuurlijk ook hiermee te maken. Dat zijn ook allemaal kleine monumentjes, vind ik. En ik hoop dat we daar ook nog even tijd voor hebben. En die hebben natuurlijk ook een relatie met dit monument, het Joods herdenkingsmonument. Maar er is heel veel over te zeggen natuurlijk. Maar zullen we er even bij gaan zitten? Helemaal goed. Ja? Oké. Okay. Wat valt er verder eigenlijk te vertellen over dit monument? Want het is wel iets belangrijks natuurlijk. Nou, het is dus het Joods herdenkingsmonument. En het bestaat uit twee delen. En dat is wel heel bijzonder. Dat is het oude deel. Dat is Mozes met de stenen tafelen. Dat stond eerst daar. En dat is geïntegreerd nu, zeg maar, in een soort tempelachtige constructie hier. En als je kijkt, dus op de achtergrond zijn allemaal die panelen met alle namen van weggevoerde en vermoorde Joden in de oorlog. Met één uitzondering, er staat één naam van een niet-Jood op. Maar goed, de rest zijn dus allemaal weggevoerde en vermoorde Joden. En dat is een beetje een bruggetje naar, zeg maar, de stolpersteinen. Want al die namen die daarop staan, in principe krijgen die mensen ook allemaal een stolperstein. Een struikelsteen. Die kleine monumentjes waar ik het over had. Die dus overal in de stad liggen. Natuurlijk is het heel erg belangrijk dat zo'n verschrikkelijke periode in de Meppeler geschiedenis ook een heel tastbare herinnering krijgt. Hè? En het is ook opgenomen in de wandeling die op 4 mei wordt gehouden. En waarom staat het hier? Nou ja, omdat hier eigenlijk, als er al sprake is van een Joodse buurt, iets van een Joodse buurt, dan was dat hier wel. Met daar de synagoge, de Joodse school, et cetera. En wat is onze tweede stop vandaag? Ja, je zult je afvragen van, man, ik zie hier geen monument of zo. Ja, precies. Dit is de plek waar de synagoge stond, de Joodse kerk, laat ik het zo maar zeggen. En eigenlijk zie je hier heel snel wat er van over is. Dat zijn twee van die roosters en twee pilaren. Dat is eigenlijk alles wat er nog over is van de Joodse synagoge. Heel erg triest, geen gebedsrollen, helemaal niks, geen bankje. Dus we moeten het hiermee doen. En met een nagedachtenis uiteraard eraan. En er staat een informatiepaneel, zoals er meerdere staan in Meppel, waarin een foto en in tekst een summiere uitleg wordt gegeven waar we hier naar staan te kijken. Voor de afbraak van de synagoge in 1964, dacht ik, als je dan daar stond, dan zag je dit. Dus een groot monumentaal pand met drie ingangen, dat is heel bijzonder. Eén voor de mannen, één voor de vrouwen en één voor de rabbijn, voor de kohen. Heel bijzonder. En wat is nou dan, zeg maar, de link naar de beeldenstorm? Nou, hier heeft wel een behoorlijke harde grote storm gewakkerd, want alles is afgebroken. En wat er over is gebleven, dat zijn twee van die panelen. En die hebben we ook nog maar een aantal jaren, nog niet zo lang. Want die stonden bij een boer in Staphorst. Die heeft er wel heel netjes op gepast. Maar die was destijds betrokken bij de afbraak van de synagoge. Want er werd een heleboel puin geruimd en dat kon hij gebruiken. En hij had op een of andere manier al het idee van, dit is bijzonder. Dus dat heeft hij, dat heeft hij bewaard en wij hebben in Meppel dat weer van hem teruggekregen. Dat was fijn heel, dat hij dat bewaard heeft. Ja, dat heeft hij bewaard, ja. Maar verder, daar moeten we het mee doen. Ja, jammer, maar het is zo. We lopen nu naar de ingang van de Jodensteeg. En de Jodensteeg was vroeger de kortste verbinding tussen de Woldstraat en de synagoge. Dus hier ging men ter kerke, hè? Dus hier liep men langs. Ook door de Touwstraat, maar ook door de Jodensteeg. En dat gaan wij nu ook eventjes doen. We gaan door de Jodensteeg
een van de smalste steegjes van Nederland. Oké, nou spannend. Ja, zeker weten. Gaan we even kijken. Even kijken. Nou, dit is dus een heel nauw steegje. En dat heeft jarenlang, konden we hier niet door, omdat er allemaal puin lag. Dat was in brand gevlogen, dat huis daar. Dus het heeft jarenlang... was deze verbinding er niet. En sinds een jaar of 5, 6 geloof ik, kunnen we dus hier weer door. En dat is voor de stadsgidsen in Meppel natuurlijk wel prettig. Die kunnen dan hun verhaaltje weer vertellen. Hè? Ja, maar ook leuk. Ja, er is veel te zien natuurlijk. Ja, natuurlijk. En er zit ook een heel verhaal aan alle bewoners. We zijn even een stukje teruggelopen. Ja. Want je wou nog wat laten zien, zei je. Ja, ik wil jou nog een aantal monumenten laten zien. Die je hoogstwaarschijnlijk nog niet gezien hebt. Maar die zijn we net gepasseerd. Oh, nou, ik heb hem niet gezien. Kijk. 5 herdenkingsmonumenten. 5 ja, stolpersteinen. Ja, zie dat? Ja, dus... En het is ook niet de bedoeling dat ze opvallen of wat dan ook. Dus het zijn stolpersteinen die... in, zeg maar, het weg, in de weg zijn weggewerkt. Je moet er niet letterlijk over struikelen, stolperen, maar figuurlijk. Dat is het verhaal erachter. Het is een idee van een Duitse kunstenaar. En die zei van, nou, moet je luisteren. Je bent pas echt vergeten als slachtoffer, hè? Als je naam niet meer genoemd wordt. En hoe kunnen we dat nou voorkomen? Nou, dat gaan we voorkomen dus door stolpersteinen in de straat weg te werken. En wat is het bijzondere dat ze hier nu leggen? Het bijzondere eraan is dat deze 5 mensen met hun namen... die zijn vanuit hier, vanuit dit pand, weggevoerd. Nou is het de bedoeling, we hebben een nieuwe stichting opgericht... daar mag ik ook iets aan bijdragen... om die 250 stenen, ongeveer, daar gaat het om... allemaal geplaatst te krijgen in Meppel. Op dit moment liggen er 90. Dus er moeten er nog 160 worden geplaatst. Dat gaat natuurlijk geld kosten. Wij krijgen geld binnen. Maar ik wil ook een beetje een promotie maken. Als er mensen zijn die hier naar dit programma kijken... en zeggen van, ik wil daar een financiële bijdrage aan leveren... laat ze dan even contact met ons opnemen. Wij zouden dat fantastisch vinden natuurlijk. Dat project uiteindelijk succesvol wordt afgerond. Ja, zoals ik zo net al had gezegd... Het is de laatste beeldenstorm. Ja. Wat vond je ervan? Ik vond er eigenlijk heel veel van. Ik vond het leuk. Ik vond het, wat jij zelf toen straks al zei, maar dat zeg ik al, ik vond het gezellig. Ik heb ook weer dingen ontdekt die ik nog niet wist. Hè, want je moet af en toe toch eens even nalezen en zo. En ik denk ook dat heel veel mensen het ook wel... leuk gevonden hebben. Maar ook dat ze er heel veel van opgestoken hebben. Dus wat dat betreft, ik kijk er met heel veel voldoening op terug. Ja. Ik vond het ook heel leerzaam. Want het was ook, zoals ik zei, al heel gezellig. Ja. Maar dat maakt het ook weer zo leuk om dan dingen te leren over Meppel. Want ik kom zelf niet uit Meppel, ik kom uit Hoogveen. Ja. Dus, maar ik vond het wel heel leuk om op deze manier dan... Ja, dat ze leren kennen eigenlijk. Ja, ik bedoel, ik sta wel eens bij de supermarkt in voor de kassa te wachten. En zei ze, leuk hoor, van de week weer, hè, zo'n filmpje. Hè? Dat gaat aan een dialect natuurlijk. Hè? Ja. Ja, dus ik ben er zelf ook heel erg tevreden over. Ja, en ik hoop ook dat het een beetje dat mensen daardoor toch nog meer om zich heen gaan kijken in zo'n stad. Want er is zoveel te zien. Niet alleen beelden natuurlijk en dat dan ook, maar er is gewoon zoveel te zien. Niet alleen de uitverkoop, maar ook daaromheen heel veel mooie spullen. Want we hebben natuurlijk een ontzettend mooie stad, hè? Ja. Nou, ik wil je heel erg bedanken voor alles. Ik vond het heel leuk. Ja, graag gedaan. Mag ik nog iets zeggen? Dat is over... Ik kijk dus altijd veel. Dan denk ik van, wij zouden hier in Meppel nog eens wat meer beelden en dingen moeten hebben die eigenlijk iets met de Meppeler historie te maken heeft. Hè? Want we hebben wel heel veel mooie beelden en zo. Maar eigenlijk maar 2, tenminste zover ben ik zelf gekomen, van die iets zeggen over de Meppeler identiteit, over de Meppeler het verleden. Dat is de stadsomroeper hier in Meppel. Dat spreekt mij natuurlijk helemaal aan. En de Meppeler mug.
Maar het zou zo mooi zijn als we nou, hè, bijvoorbeeld ook, we hebben ook een heleboel bekende Meppelers of zo. En dan gaat het er niet om dat ik die mensen nou in een soort Hall of Fame of zo, of wat dan ook, dat niet. Maar wel, nou, bijvoorbeeld, daar wat meer aandacht aan besteden. Ik noem Jan Mankes, hè. Dat is een landelijk bekende schilder. Die is hier in Meppel geboren, dat weten weinig mensen. Dat wij gewoon die mensen ook een podium geven. Hè? We moeten wat meer trots zijn op onze geschiedenis. En dat kan onder meer door een monument of wat dan ook, of een plaquette of wat dan ook. Daar wil ik eigenlijk wel een lans voor breken. En als dat nou in de toekomst nog een keer gebeurt, misschien dat er mensen zitten te kijken van een bepaalde serviceclub, die doneren ook geld aan die dingen. Nou, laat ze mij maar eens bellen. Ik heb best wel ideeën erover. En of het allemaal lukt, dat weet ik dan niet. Maar wij gaan ervoor om deze stad ook nog tot in lengte van dagen leuk en interessant te maken voor onze bezoekers. Dankjewel. Graag gedaan. Ik vond het heel erg prettig om met je samen te werken. En met Martijn, de cameraman. Hetzelfde. Ja, dankjewel, hè. Top.